uiteindelijk het verschil, nou ja, 21. Redelijk binnen de perken als je weet dat het 33 was. Maar ja, een off day en die op geen slechte moment had kunnen komen, denk ik. Ja, ik kan niet anders dan dat beamen. Het is eigenlijk zo'n beetje voor het eerst dit seizoen dat we zo verschrikkelijk op een verschrikkelijke manier onderuit gaan. Een off day die denk ik alles te maken heeft met de instelling, met mentale hardheid, met willen winnen. Het was allemaal terug te zien op het veld. Overal schoten we tekort. Rebounden schoten we tekort. Verdediging schoten we tekort. De losse bal op het veld ergens was eigenlijk altijd voor iemand van Zwolle. En, ja, het is, ik kan niet anders dan je gelijk geven. Het is eigenlijk... ik sta hier met schaamrood op mijn kaken eigenlijk. Ik vind, dit is niet de manier waarop ik basketbal wil spelen. Neem je dan ook de jongens iets kwalijk, het team iets kwalijk? Nou ja, kijk, een tegenstander kan altijd beter zijn. Kijk, als je na afloop van de wedstrijd realiseert dat je alles gedaan hebt wat je kon doen om te winnen, maar het lukt niet. Dat is acceptabel, dat moet je ook accepteren. Maar ik kan me niet aan de indruk trekken dat vandaag een heel wat spelers niet het geval is geweest. Kijk, en dat we dan in het vierde kwart nog van 30 op 33 terugkomen naar 20, 21. Dat oogt dan nog een beetje. Maar dan is, kijk, er is drie kwarten van de wedstrijd is er dan niet gespeeld zoals we eigenlijk behoren te spelen. En nogmaals, een tegenstander kan beter zijn. En even los van het feit dat we vanavond dat ze beduidend beter waren. Maar de mentaliteit om te winnen die was echt niet aanwezig vanavond. En kwalijk nemen, ja, weet je, uiteindelijk ben ik degene die moet zorgen dat er gespeeld wordt zoals dat verwacht wordt in de play-offs. En dat is niet gebeurd. Dan kan ik hier roepen over spelers, maar goed. Het is mijn team en ik ben de verantwoordelijke ervoor. Dus, Ja, het ging nog wel redelijk aan het begin. Je speelt de eerste 4-5 minuten goed en daarna dondert het in elkaar. Ja. En dan denk je, nou, na rust, wat was het verschil? 12 of zo. Mm-hmm. Misschien staat het weer op, maar ja, wat probeer je dan nog te doen om toch wel gaande te krijgen? Kijk, bij rust was het verschil 20 al. En toen hebben we het over gehad van, kijk, laten we proberen om in het derde kwart om weer een beetje terug in de wedstrijd te komen. Dan bedoel je, laten we die 20 punten, die maak je niet in één keer goed, die maak je ook niet in 10 minuten goed. Zo van, laten we nou eens gaan verdedigen, harder verdedigen. We gaan de tactiek even een beetje aanpassen. Hoewel tactiek aanpassen met deze instelling geen enkele zin heeft. En dat bleek ook. Maar goed, dan zeg je van, laten we kijken of we na 10 minuten... Of het verschil terug kunnen brengen naar ongeveer 10 punten. Nou, dan heb je nog een heel kwart te gaan om te kijken. En een wedstrijd. Okay. Ja, en dan hoef je hem nog niet te winnen. Maar als je dan verliest met minder dan 10 punten, dan heb je van de week, als ze in Zwolle gaan, heb je een kans. En met 20 punten zal het gewoon heel, heel moeilijk zijn. En dat is de manier waarop je dat dan probeert te benaderen. Maar wat we dan zien in het derde kwart is eigenlijk... Hetzelfde. Er is niks veranderd. Er wordt op dezelfde manier doorgaan als in het tweede kwart. En dan wordt het dus 30 plus punten. En dan mag je nog een beetje blij zijn dat het nu 21 is. Maar dat is in wezen voor van de week is dat... Een moeilijke opgave. Hoeveel kans dicht je jezelf toe? Dat heeft geen zin om percentages te praten. Laten we gewoon eerlijk, een verrekte kleine kans. Okay. Maar wel natuurlijk, je gaat natuurlijk vol voor, hoop ik, denk ik. Dat is wat ik altijd gedaan en geleerd en gedaan heb. En ik hoop dat die jongens het van de week op kunnen brengen om toch een keer ervoor te gaan. En dan maar te kijken waar het schip strandt. Maar dan hopelijk dinsdag wel na afloop het idee hebben van, we hebben dinsdag in elk geval, we hebben alles aan gedaan om te winnen en het verschil zo klein mogelijk te maken. Maar nogmaals, dat was vandaag niet aan de orde. En dan kan je praten over tactiek dit, tactiek dat, aanpassen, verdediging, aanval, anders. Maar met die is... we zijn echt helemaal afgetroefd door de intensiteit en de beleving die Zwolle
aan de dag legde. En laten we niet vergeten, dit team is, kijk, vorig jaar is er geen kampioen uitgeroepen. Zij stonden op dat moment weer bovenaan. En ditzelfde team met een enkele mutatie, die was 2 jaar geleden kampioen van Nederland. Ja. En de manier waarop ze... Kijk, we hebben eerder dit seizoen 2 keer van ze gewonnen hier. En toen was het zo van, hey, dit is niet meer de ploeg van het verleden. Maar wat ze vanavond hebben laten zien, heb ik zoiets van... Oh, die gaan weer voor het kampioenschap dit jaar. Dit is een kampioensploeg. Er zijn 3 dagen om het weer zo te krijgen dat je een vuist kan maken. En dan na 40 minuten gaan we meemaken. We gaan naartoe. Ik ga ervan uit dat we nog steeds ons best gaan doen. En dan afwachten waar het op uitdraait. Succes al daar. En dan misschien tot de volgende. Oké. Dankjewel.